vanuit de studio van de Academie voor de Rechtspraktijk. De studio gelegen in Kasteel Waardenburg, het kasteel in de Betuwe. En beter bekend met de, van de Faust-legende. Vandaag roundtable nummer 40 alweer. En op het programma staan drie recente uitspraken van de Hoge Raad. En die gaan we bespreken met drie topadvocaten. Die zich bereid hebben gevonden om deze uitspraken van commentaar te voorzien. We gaan drie uitspraken bespreken. Het gaat een uitspraak over een verjaring van de vordering van de koop. We gaan een uitspraak van de Hoge Raad bespreken over onrechtmatige daad en letselschade. En een uitspraak over de franchise-overeenkomsten. Dus dat was een zeer compact en belangrijk programma. En ik ga even met u de sprekers voorstellen. Aan mijn linkerkant zit Jan Spanjaard, advocaat bij Lagro. Welkom, Jan. Dankjewel. Als ik op de site bij jullie kijk, Jan, en ik ken je natuurlijk al van hier van de cursussen. Doe je heel erg veel, schrijf je heel veel, veel artikelen schrijf je. En kun je iets meer vertellen over jouw proefschrift waar je mee bezig bent? Ja, ik ben bezig al een paar jaar met een proefschrift dat ik dit jaar hoop af te kunnen ronden. Over de inhoudstoetsing van algemene voorwaarden in het zakelijk verkeer. Dus waar de inhoudstoetsing van algemene voorwaarden zakelijk naar consument al een behoorlijk uitgekoud verhaal aan het worden is. Is dat in het zakelijk verkeer niet zo. En wat ik vooral onderzoek is, hoe gebeurt die inhoudstoetsing nu? Wat komt er van terecht? Want de wetgever had in 92 hele wilde ideeën erover. En ja, de praktijk is wat minder wild dan de theorievorming van toen. En mijn onderzoek richt zich erop, waar komt dat door? Nou, leuk, top. En daar vandaaruit ook de kroniek in een van de tijdschriften over algemene voorwaarden in het zondervolk. Ook met de collega van de volgende spreker, Martine, welkom. Advocaat bij Kenny van der Laan. Recent kantoor geopend in Eindhoven, in het mooie Eindhoven, PSV-land natuurlijk. Kun je iets meer vertellen over jouw achtergrond? Ja, ik ben 20 jaar ruim advocaat nu en ik ben ooit begonnen op de technologiepraktijk, waar ik eigenlijk een heel breed scala aan geschillen en contracten behandelde, maar ben vrij snel eigenlijk doorgerold naar commercial en mededingingsrecht. En als ik zeg commercial, bedoel ik vooral distributieagentuur en franchise overeenkomsten en geschillen. En ook zeg maar mededingingsrechtelijke compliance daarbij. Dus prijsstelling, misbruik van machtspositie, verticale beperkingen zoals non-concurrentiebedingen, selectieve distributie, exclusieve distributie, dat soort dingen. Zal jullie de kijkers niet zijn of we ontgaan dat Martinez de uitspraak van de franchise overeenkomst zal bespreken. En toch wel even nog melding maken dat er een heel interessant artikel, dat ook van Jan vernomen, in het NJB staat van jou over de wettelijke haakje van de Nederlandse franchisecode. En dat is goed ontvangen. Een leuk artikel wat ik gehoord heb. Dus ook mensen die iets meer over de franchisecode willen weten, verwijs ik naar de NJB om dat verder te lezen. Dankjewel. Naast Martine zit Casper. Welkom. Dank je. Cassatieadvocaat. Dat enige cassatieadvocaat aan tafel van Knepelhout Kortas Altus uit Rotterdam. Ja, zonder Altus. Zonder Kortas, ja, sorry. Ja. Dat was de andere minister van Justitie. De andere minister van Justitie, excuus daarvoor. ja, welkom. Als ik jullie zijde bekijken, veel artikelen ook, blogs worden geschreven. En het leuke is ook de uitspraak van de week. Ja, dat klopt. Daar continu op komt. Ja, wij denken als kantoor dat we veel kennis moeten delen. En er wordt heel veel geblogd bij ons op kantoor. Op veel rechtsgebieden. Ja. Ja. Bij veel kantoren absoluut. Ook. Hè? Want als ik drie kantoren kijk, wordt er veel geschreven. Dus mensen kunnen echt veel hun kennis opdoen. Niet alleen met tijdschriften, maar met het bekijken van de blogs. En ook jij bij ons hebt een keer een tijdschrift geschreven met over de proceskosten. Hoe de proceskosten opgebouwd zijn met de uitspraken van de Hoge Raad. Ja, sluitstuk van elke procedure, maar toch een belangrijke bestudering waard. Absoluut. Ja. Beide uitspraken of beide tijdschriften zijn gewoon te bekijken op onze site. Maar genoeg algemene puntjes besproken. We gaan nu verder waar we eigenlijk dit webinar hebben georganiseerd. Dat is natuurlijk de inhoudelijke aspecten van de drie belangrijke uitspraken. Jan zit naast me, dus Jan wil ik graag het woord geven, ook met zijn stelling. Die heeft opgenomen. Kun jij in het heel kort, Jan, jouw stelling even weergeven? En het leuke hiervan, deze uitspraak is ook wel, de advocaat-generaal was meester Valk. Ja. Wel bekend bij jou, ook bij ons, maar jij geeft ook veel les met hem. Ja, Lodewijk Valk en ik zijn allebei verbonden aan de SSR, waar we samen de cursus contractrecht aan rechters en aan stafmedewerkers geven. Dus dat is wat je al zegt, de extra laag in dit verhaal. Ja. En Lodewijk Valk zal Martine ook bekend voorkomen. Is ook de advocaat-generaal geweest die de Street One-casus heeft
Maar ik geef jou het woord, Jan. Om ja, mijn stelling is, door het arrest van de Hoge Raad van 3 februari 2017 zijn mensen met een geestelijke stoornis die een overeenkomst sluiten in verjaringstechnisch opzicht slechter uit dan onbekwamen. Dus ja, laat u vooral onder curatele stellen als u een overeenkomst aangaat en u van het padje was. De roundtable was de Hoge Raad van onderen. En als ik dan van onderaf ga kijken naar wat er gebeurd is, hoe de casus in elkaar zit, dan is dat wel heel logisch dat partijen hier zijn gaan procederen. Wat is er aan de hand? We hebben een man en een vrouw, en die noem ik maar even opa en oma. En opa die overlijdt in 2000, maar die had een behoorlijke BV waar die indirect eigenaar van was. Dat is een stichting administratiekantoor en opa hield alle certificaten. Nou, omdat oma de echtgenoot en dus de eerste erfgenaam was van opa, kreeg zij die certificaten in handen. Nou, oma had 2 zoons, in ieder geval volgens deze procedure. Zoon 1 was de eiserincassatie, die woonde in Nederland, had een gezin met nog 2 zonen van hem. Dat waren eisers 2 en 3 incassatie. En zoon 2, dat was verweerderincassatie, dat was de echtgenoot van verweerderincassatie, die woonde in Brazilië en er was getrouwd met verweerder. Op enig moment nadat opa overlijdt, trekt oma bij zoonlief in Brazilië in. En geeft zij een volmacht aan verweerderincassatie om voor haar alles op te treden en te doen. Nou, die zoon 2, dus waarmee de verweerder getrouwd was, die overlijdt in 2007. Vrij kort daarna wordt dat hele certificatenpakket in die BV van opa, zeg maar, wordt voor 1,2 miljoen euro overgedragen aan verweerder. Die koopovereenkomst ondertekent 2 keer met zijn eigen handtekening, namelijk 1 keer voor zichzelf en 1 keer als gevolmachtigde van oma. Vervolgens geeft oma nog een nieuwe volmacht af, waarin ze onder meer die transactie bekrachtigt. En even later komt oma te overlijden. Nou, dan moet op een gegeven moment die certificatenoverdrachten moet plaatsvinden. Dus partijen naar de notaris. En daar beginnen eisers zich te roeren. Die zeggen, ja, hier wordt ons een kunstje geflikt. Hier worden wij geconfronteerd met een transactie die wat ons betreft het daglicht niet kan velen. Want verweerder heeft eigenlijk alles opgelijnd en met die volmacht alles naar zich toe getrokken. Alles is voor Bassie en niets is voor ons. En ja, als ik die casus bekijk, en ik weet niet hoe jullie erin staan. Ja, ik geef hem natuurlijk wat versimplificeerd weer. Maar ik begrijp wel dat er gretigheid bestaat om dit onderzocht te hebben en hier misschien wel over te procederen. Want om het heel plat te zeggen, ik kan me heel goed voorstellen dat eisers zich behoorlijk genaaid voelden. Ja. Alleen dan krijg je die eeuwige vraag in juridische procedures. Hoe krijgen we rechtvaardigheid of rechtvaardigheidsgevoel bij recht? En die twee willen nog wel eens uit elkaar lopen. En als je voor eisers voelt, is dat hier ook het geval. Nou, wat gebeurde er in de procedure? Rechtbank zei, ja, hier is een kunstje geflikt. Hiervoor gaat gebloed moeten worden. En het Hof zei, nee, wij gaan het helemaal anders aanvliegen. Wij vinden die transactie best kunnen. En bovendien, als we kijken naar het moment waarop je hier tegen op had kunnen komen, dan is dat al verjaard. Want wat roepen eisers? Wij vinden dat oma, moeder van eiser 1, dit nooit gewild heeft. Als het al gewild heeft, waren haar geestesvermogens gestoord. Dus kan ze het niet gewild hebben. En als het wel al gewild zou hebben en haar geestesvermogen niet voldoende gestoord waren, ja, dan heb jij, verweerder, schoonzoon, heb jij haar bedrogen of heb je misbruik gemaakt van de omstandigheden. Zij woonde bij jou in Brazilië, was afhankelijk, et cetera. Het Hof zei daarvan, en als laatste lood aan de boom, jij sluit een overeenkomst als gevolmachtigde met jezelf. Dat heet verboden zelfseintriet en daardoor is die hele overeenkomst nietig. En die verboden zelfseintriet kun je achteraf niet helen door die transactie alsnog in een nieuwe volmacht te bekrachtigen. Nou, dat, daarvan zegt het Hof, ik vind dat die vordering al verjaard is. En die grijpt daartoe naar artikel 352 lid 1 onder A. Dat bepaalt bij onbekwaamheid verjaart een vordering na ommekomst van 3 jaar vanaf het moment dat de onbekwaamheid is opgehouden.
of er een wettelijk vertegenwoordiger is gekomen en het ter attentie van die wettelijk vertegenwoordiger is gekomen. Nou, wat gebeurde er? Dit ging naar de Hoge Raad. En ik vind de overwinning van IJzers, maar ik ben heel benieuwd straks naar Kasper's mening. IJzers gaan winnen. Die cliffhanger geef ik alvast weg. Maar wat mij betreft nogal een Pyrrhus overwinning. Waarom vind je dat IJzers winnen? Nou ja, het arrest wordt, als ik het goed uit mijn hoofd zeg, vernietigd. En twee onderdelen van het cassatiemiddel scoren. Dus dan heb je in cassatie, heb je wat mij betreft gewonnen. Maar of nou echt een eindoverwinning is. Ik denk dat ze een slag hebben gewonnen, maar niet de hele oorlog. Wat gebeurt er namelijk? De Hoge Raad zegt, ja, die verjaringstermijn. Daarvan heeft het Hof ten onrechte aangenomen dat hier de verjaringstermijn voor onbekwaamheid geldt. Want onbekwaamheid, die verjaringstermijn die geldt alleen maar voor mensen die op grond van de wet 332 onbekwaam zijn. En wie zijn dat? Dat zijn kinderen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. En vroeg ik er dan gelijk aan toe waarvoor de kantonrechter ook geen handlichting heeft toegewezen. Dat als je 18 min bent, maar er zijn bijzondere omstandigheden waarom je toch al handelingsbekwaam moet zijn. Bijvoorbeeld je erft een onderneming die je voortzet en jij moet de beslissingen nemen. Dan kan de kantonrechter handlichting toestaan. En de andere vorm van onbekwaamheid is degene die onder curatele is gesteld. Een onder curatele stelling vindt plaats als je geestelijk gestoord bent of leidt aan verkwisting. Dus een spreekwoordelijke gat in de hand hebt. Nou, in die gevallen geldt die verjaringstermijn. En hier zegt de Hoge Raad dat het Hof de verjaringstermijn van 352 lid 1 onder D moet toepassen, de restcategorie. En die zegt de verjaringstermijn gaat lopen op het moment dat de vernietigingsbevoegdheid je ten dienste kwam te staan. En dat zou voor dit geval zou dat mogelijk het aangaan van de transactie zijn. Terwijl die andere verjaringstermijn, die 352 lid 1 onder A, pas gaat lopen waarschijnlijk bij het overlijden van oma. En dat was in 2008 en die transactie is in 2007 aangegaan. Dus vandaar mijn stelling, ja, waarschijnlijk een Pyrrhus-overwinning, want dan komt hij terug bij het Hof. Die zegt, nou oké, ik ga de goede verjaringstermijn toepassen. Oh, hij was al een jaar eerder verjaard. Dan nog dat andere aspect uit het arrest, die zelfs eintritt. Mag ik heel even kort, daar een vraagje over, met betrekking tot die verjaringstermijnen. Betekent dat ook dat de advocaten in de hoop beroepszaak een stelling hebben genomen? Ik ga voor 352 of die andere verjaringstermijn? Of is dat door de raadsheren? Ik denk dat door de raadsheren bij het Hof, ik heb die uitspraak daar niet op onderzocht, maar dat het door de raadsheren van het Hof er zo ingelezen is. En ook bij vernietigingsbevoegdheid en verjaringstermijnen, als de stelling wordt ingenomen, de vordering is verjaard. Mm-hmm. Ja, binnen die stelling moet de rechter ambtshalve de rechtsgronden aanvullen en moet hij dus ook zelf, zelfs al hebben partijen het helemaal bij het verkeerde eind, moet hij zeggen, ja, partijen hebben het verkeerd gezien. Ze hebben verjaringstermijn A toegepast. Het had verjaring grond B moeten zijn. Dat is dan procesrechttechniek. Als je dan zegt, het moet B zijn, dan zeg je van, nou weet je, ik overweeg B gaan toepassen. U krijgt nog een aktewisseling. Vertelt u maar wat u daarvan vindt, om dan maar te voorkomen dat je een verrassingsbeslissing krijgt. Maar weet je, misschien dat ik niet weet hoor. Nu ligt hij bij het Hof Den Haag. Maar als jij zo stel ik zou zijn, van luister, wat er ook gebeurt, als de stellingen A of B pakken, het is gewoon verjaard. Ik denk dat die vordering verjaard is, ja. En zou je dan zeggen, nou, de advocaat even, ik weet niet wie dat gaat zijn, je moet dit proberen te schikken of neer te leggen, want ja, je kunt hem wel verder met Hof naar Den Haag gaan, maar je krijgt hem dan toch om je oren vanwege andere verjaringstermijn. Nu, of ik ga het te ver? Nou ja, weet je, ik denk dat de positie van IJzers in cassatie, dat dat een lastige positie is. Maar goed, ik moet het doen op basis van het arrest en wat ik erover gelezen heb. Dus ik weet niet wat de andere subtiliteiten eronder spelen, maar op basis van het arrest lijkt het dat ze een hele lastige positie hebben. Maar ja, dit zijn van die familieverhoudingen en waarin het ook een heel hoog alles of niets gehalte heeft. Dus ik ben bang dat die tot het bittere eind doorgezet gaat worden. Ja. Mag ik daar wat aanvullen? Natuurlijk, ja, graag. Ik denk dat die vordering inderdaad ook verjaard is. Aan de andere kant zou de Hoge Raad dan, ook in het kader van de rechtsbescherming, komen we zo nog over te spreken,
partijen niet laten gaan met een Pyrrhus-overwinning. Ik heb de laatste zaak gehad over een mesotheliom, asbestkanker. Waarin het Hof iets verkeerd had gedaan. Die vordering was uiteraard ook verjaard. Dan kom je in de gezichtspuntencatalogus van Heesen de Schelde, doorbreking van een verjaring. En daar had de kantonrechter gezegd, nou, gezichtspunt A, aan wie komt de uitkering ten goede? Die woog mee in het voordeel van het slachtoffer. Daar was niet tegen gegriefd. Dus dat stond vast. En wat doet het Hof? Die hebben zich gewoon vergist. Die zeggen van, nou, dat weegt dus niet mee in het voordeel van het slachtoffer. Je zou dus zeggen, geramde cassatie. Ik kom op voor de werkgever. En in cassatie heb ik daar betoogd, aan de hand van allerlei literatuur en ook jurisprudentie, dat het gezichtspunt A eigenlijk helemaal geen gewicht in de schaal legt met bij al die gezichtspunten. En daar is de Hoge Raad in meegegaan. Die hebben gezegd van ja, de klacht is terecht voorgesteld, maar ook in een feitelijke weging kan alleen dat gezichtspunt A niet leiden tot een ander oordeel. En daarmee heeft dus eigenlijk de Hoge Raad het slachtoffer en ook de werkgever nog voor een extra rondje procederen behoed en die Pyrrhus-overwinning. Ja. Dus als de Hoge Raad het doorlaat gaan en zij zien zelf ook dat het een Pyrrhus-overwinning is, denk ik dat ze daar iets aan zouden proberen te doen. Ja, het verbaast me ook dat er niet geoordeeld is dat hoewel het de klacht slaagt, het bij gebrek aan belang toch niet tot cassatie kan leiden. Ja. Maar ja, dat is ook omdat een ander onderdeel, en dat heb ik bewust laten zitten, wel ook slaagde. Namelijk dat geoordeeld werd dat de eisers 2 en 3, het Hof zeiden van, ja, die hebben de erfenis zuiver aanvaard. En uit de stukken bleek dat ze die beneficiair hadden aanvaard. Ja. En dat had het Hof ook verkeerd gezien. Okay. Dus misschien dat hij op dat punt nog in de reprise gaat. Ja. Ik durf niet te zeggen wat dat verder voor de uitspraak doet, want ik ben geen erfrechtsspecialist. Maar het zou kunnen dat dat dan nog van belang is. Maar ja, die verjaring was mijn gevoel van dat is een lastige wedstrijd om te spelen. Zeker, dat lijkt me ook. Ja, en wat de Hoge Raad voor de contractenrechtpraktijk heel handig en goed overweegt, is dat die zelfsteintritt, die kun je achteraf dus bekrachtigen. Want het cassatiemiddel nam als uitgangspunt, die is 369, geeft de achterman het recht om onbevoegde vertegenwoordiging, handelingen daaruit, alsnog te bekrachtigen. Maar het cassatiemiddel zei, ja, maar dat werkt dus niet bij zelfsteintritt. Want dan zit je dan ben je als vertegenwoordiger, dus als gevolmachtigde, ben je zo stout bezig, heb je een tegenstrijdig belang, dat nooit geheeld zou mogen worden. En daarvoor zegt de Hoge Raad, nee, 369 werkt ook ten opzichte van die zelfsteintritt van 368. En extra rechtvaardiging vinden we erin dat 368 zelf van regelend recht is. Je kunt hem dus ook inkleuren en wegschrijven. Ja, en daar past bij dat je dan ook kunt bekrachtigen. En dat vond ik voor de contractenpraktijk wel een hele mooie uitkomst. Zou je voor mij, kort Jan, met name ook jouw stellingen laat je dus onder curatele stellen, nog kunnen duiden van, ja, wat zou je dan, stel nu voor dat de eisenpartij naar jou zou zijn gekomen. Ja. Ik ben een advocaat van een duivel. Ze zijn naar jou zijn gekomen. Wat zou jij ze dan, en nogmaals, geen kritiek richting de advocaat die dus eerst zag. Nee, verre van. En laat dat even duiden. Ja. Wat zou je ze dan meegeven? Wat zou het Hof Den Haag? Nou, ik denk dat de kaarten in deze zaak al redelijk geschud zijn. Dus dat er nu relatief weinig meer te winnen valt. Maar stel nu dat je als zoon merkt, vader is overleden en moeder die neigt naar Brazilië te verhuizen. En je vermoedt al dat het bij moeder in het hoofd niet helemaal lekker zit. Ja, laten we dan onder curatele stellen. Want ja, nu heeft ze die volmacht gegeven aan haar schoonzoon. En is dit ervan gekomen. En ik durf niet te zeggen dat die schoonzoon stout is geweest. Ik durf ook niet eens te zeggen dat die 1,2 miljoen voor die certificaten te weinig was. Mm-hmm. Maar je krijgt wel die discussie. Doordat het in de familie blijft. Ja, maar het is, en als ik dan, misschien is dat een
door een vraagje de volmacht hebt gegeven en je laat dan de oma onder curatele zetten. Wat is daar het gevolg van? Wat gaat dan voor? Gaat dan die volmacht van? Nee, die onder curatele stelling moet na die volmacht. Want in beginsel, die volmacht die is rechtsgeldig gegeven. Ja, die is gegeven en dan ga je en daar kun je dan alleen maar van af als je zou kunnen vaststellen, ja, ook die volmacht is onder invloed van een geestelijke stoornis gegeven. Ja. Zodat ook daar een streep doorheen moet. Nou, voor familiekwesties natuurlijk niet heel fijn. Daar sta je niet zomaar onder curatele. Nee, dat is echt een procedure. Ja. Ik heb in een procedure jaren geleden iemand geprobeerd onder curatele te krijgen. En dat lukte aanvankelijk. Maar bij het Hof zeiden ze van nou, wij vinden dat een te zwaar middel. Hè, als je echt handelingsonbekwaam wordt en je kan echt niks meer. Dus daar werd de beschermingsbind uitgesproken. Dus. Ja. Nee, je moet echt wel met zware psychiatrische rapporten komen waaruit blijkt dat iemand echt niet meer in staat is voor zichzelf op te komen of te zorgen. Dat is jammer dat het familie is natuurlijk. In dit geval een schoonzoon waar dan kennelijk altijd een schoonzoon, de directe familie zijn het altijd gevoelens bij had. Herkenbaar. Erg. Herkenbaar. Dat is een ander webinar. Dankjewel, Jan. Hebben jullie daar nog iets op dat je gezegd hebt op te vullen of opmerken over deze uitspraak? Want ik zie ook dat er best wel veel annotaties over zijn geschreven over dit arrest. Professor Schilhaas zelfs en professor Kortman daarover. Dus het heeft veel impact gehad in ieder geval in de rechtspraktijk. Met name in vertegenwoordigingsland. Want de stukken van Schilhaas en Kortman die gingen dus echt puur op dat bekrachtigingsgedeelte van die zelfseintrit. Professor Schilhaas heeft hem in een vierluik genoemd, want op 3 februari werden er 4 arresten gewezen over vertegenwoordiging en vertegenwoordigingsperikelen. In 2 daarvan bevestigde de Hoge Raad de lijn dat voor schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid toerekening voldoende is, maar preciseerde daarin wel van ja, maar dan moet er wel iets, moeten er wel feiten en omstandigheden zijn die aan die achterman kunnen worden toegerekend. En moet het niet alleen maar zijn dat die vertegenwoordiger komt, ik ben vertegenwoordiger, ik mag optreden, terwijl die achterman geen enkel signaal heeft gegeven dat het wel eens het geval zou kunnen zijn. En 2 arresten gingen over bekrachtiging en dit is daar 1 van. Ja, dankjewel Jan, duidelijk voor je toelichting. Zelfs ik ben nog wel jurist, maar niet echt in de advocatuur, maar voor mij toch helemaal begrijpelijk. Dankjewel daarvoor. Er zijn geen vragen, dus daar ga ik altijd van uit. Als er geen vragen zijn, dan is het gewoon goed uitgelegd. Dat is de stelling die bij ons geldt. Tenzij, dan moet de advocaat maar de vragen stellen. We gaan snel over naar Martine, de franchise overeenkomst. Dankjewel Jan voor het doorzetten. Bij het franchise ding is natuurlijk heel veel naar buiten gekomen, ook in de media naar buiten. Ik heb 2 artikeltjes gevonden vanuit de media. De Hoge Raad stelt zware eisen aan franchise prognoses. Een baanbrekend arrest, Hoge Raad, franchisegevers eerder aansprakelijk bij ondeugelijke prognoses. Dat zijn dingen die als je op internet gaat kijken over deze uitspraak, komt dat heel veel naar voren. En ik heb natuurlijk een beetje vooronderzoek gedaan en dan praat je wel eens over en zeg je, ja, dit is wel een impact, deze uitspraak. En dan vind ik het juist zo leuk, Martien, om van jou te horen bij de korte voorbespreking die we hebben gehad. Ja, ik zie iets anders. Klopt. En dat vind ik wel leuk om dat dan hier te horen. Dat we niet elke keer diezelfde lijn houden, maar juist leuk om vanuit die visie het andere geluid te horen. Mag ik jouw vraag, jouw stelling 2, voor te dragen? Nogmaals, stel de vragen. Geen vragen, dan gaan we gewoon uit dat het gewoon perfect uitgelegd is. Dat houden we gewoon erin. Martine, ik geef jou snel het woord. Ook meester Valk weer die conclusie heeft geschreven. Ja, dat klopt. Ja. Nou, de stelling is, het arrest Street One, is het oude wijn in nieuwe zakken of het startschot voor strengere aanpak van franchisegevers? In de relatie natuurlijk met franchisenemers ten aanzien van het onderwerp prognoses. En nou is dat verstrekken van prognoses in de context van franchise-overeenkomst een onderwerp waar al heel lang veel over te doen is geweest. We hebben weliswaar heel weinig arresten van de Hoge Raad, hè, maar wel heel veel lagere rechters die zich daarover hebben uitgelaten. Daar zal ik straks nog wat meer over vertellen.
Ik heb de stelling is expres een vraag, omdat ik heb het ook een beetje zitten vinken op internet. Mijn conclusie was dat ruimschoots meer dan de helft van de mensen die erop hebben gereageerd op dit arrest, het standpunt hebben ingenomen dat het baanbrekend is dan wel duidelijk een andere koers is van de Hoge Raad. Of in ieder geval het startschot is voor een strengere aanpak van franchisegevers. Nou, dat laatste kan ik wel plaatsen als je het relateert aan die franchisecode die net al even ter sprake kwam. Maar puur het arrest op zich wat mij betreft niet. Of in ieder geval maar ten dele. En dat zal ik even kort toelichten. Ik denk dat op zichzelf de feiten in deze zaak misschien iets minder spannend of interessant zijn om heel lang bij stil te staan. Het is in feite een vrij simpele casus. Ik denk dat de meeste mensen wel de winkelketen Street One kennen. Nou, dat is een franchise concept. Of eigenlijk moet ik zeggen, het is de vraag of het een franchise concept is. Want die vraag wordt in ieder geval in het arrest niet beantwoord. Uitdrukkelijk wordt de kwalificatie als franchise overeenkomst niet beantwoord. Als ik wel mag stellen, waarom wordt die... Misschien een domme vraag, waarom wordt hij niet beantwoord? Ik denk omdat het niet nodig is voor de beantwoording van de juridische vraag. En anders dan dat kan ik er ook niet heel veel over zeggen, omdat het gewoon niet verder uitgelegd is. Okay. Het betekent wel dat wat mij betreft het arrest een bredere betekenis heeft dan alleen maar voor franchise. Yes. Maar daar, omdat het verstrekken van prognoses, dus voorspellingen over hoe... succesvol of een kostenbatenanalyse eruit zal komen te zien. Dat is gebruikelijk ook in andersoortige samenwerkingsvormen. En ook samenwerkingsvormen waarvan je kan zeggen dat het evenwicht, niet helemaal, dat de partijen niet helemaal gelijkwaardig zijn, dat de ene partij meer invloed heeft bijvoorbeeld op de totstandkoming van de overeenkomst dan de andere, zoals bij franchise meestal wordt aangenomen. Nou, even terug naar de feiten. Dus een vrij simpele casus waarbij een winkelconcept wordt gelicentieerd aan een partij die voor eigen rekening risico de winkel uitbaat. In dit geval ging het ook om meerdere winkels. En in het kader daarvan wordt een prognose verstrekt. Dus een financiële voorspelling van wat zullen de kosten zijn, wat zullen de te verwachten opbrengsten zijn. En met name aan de kant van de opbrengsten hebben franchisegevers, of in dit geval de licentiegevers van een concept, veel ervaring, omdat ze daar met andere partijen ook ervaring mee hebben in winkels die al draaien. Nou, dat gaat in de praktijk best regelmatig verkeerd. En dan is de vraag, is de licentiegever, of ik noem vanaf nu maar even gewoon de franchisegever, is die dan aansprakelijk voor een prognose als uiteindelijk de resultaten daarvan afwijken? Nou, het antwoord daarop is genuanceerd, want het hangt namelijk naar mijn idee af van de oorzaken. Maar in deze casus stond de vraag centraal. Is het nou zo dat je uit het eerdere arrest Paalman-Lampenier moet afleiden dat alleen als de franchisegever wist of behoorde te weten dat die prognose fouten bevatte, is hij dan aansprakelijk? Of kan hij sneller aansprakelijk zijn? En de Hoge Raad is daarover klip en klaar. Paalman-Lampenier ging over de situatie waarin de prognose was voorbereid door een derde partij, een consultant. Dat komt in de praktijk ook heel regelmatig voor. In dat geval is het misschien wel zo, of is het uitgemaakt door de Hoge Raad in dat arrest zo, dat er dan pas aansprakelijkheid is als er ook wetenschap was, hè? Met enige kwalificatie. Maar in het geval de franchisegever zelf die prognose heeft gemaakt, en dan kan hij gewoon aansprakelijk zijn voor onzorgvuldig handelen bij de totstandkoming daarvan. Ook als hij niet noodzakelijkerwijs wist dat er een fout in zat. En tuurlijk, het lijkt mij vanzelfsprekend, op het moment dat je erachter komt dat ergens een fout in zit en je vertelt dat niet aan de franchise-nemer, dan zijn we allemaal over uit dat dat chicaneus is, dat sowieso aansprakelijkheid oplevert. Nou, maar het gaat met name over dat tweede deel dus, waar de Hoge Raad zegt, let op, Paalman-Lampenier ging over een situatie waarin een consultant betrokken was. Die norm kan je niet één op één doortrekken als de franchisegever de prognose zelf heeft gemaakt, zoals in het geval van Street One. En dan moet het gaan om onzorgvuldig handelen. Ja, en waarom vind ik dat zelf niet zo heel erg spannend? Eigenlijk om twee redenen. Ten eerste omdat uit het arrest Paalman-Lampenier, het is jammer dat er zo weinig arresten zijn over franchise in Nederland, maar dat arrest stond wel heel duidelijk centraal, die situatie dat het een prognose betrof die door een derde was verstrekt. En ten tweede is er al veel langer, vooral door lagere rechters, aangenomen
dat een franchisegever aansprakelijk kan zijn voor een prognose die fouten bevat, mits er wel verwijtbaarheid is. Er moet wel sprake van onzorgvuldigheid zijn geweest. Dus een verkeerde prognose is niet automatisch een aansprakelijkheid voor de franchisegever. Een verkeerde prognose kan ontstaan doordat de markt wijzigt, allerlei omstandigheden kunnen veranderen. Het kan zijn dat de prognose gebaseerd is op informatie die door de franchisenemer zelf is aangeleverd. Nou, dan blijft die toch echt, tenzij de franchisegever had moeten begrijpen dat dat echt zo'n raar getal of zo'n rare informatie was, dat hij dat had moeten onderzoeken, hoeft hij daar niet aansprakelijk voor te zijn. Kan ook, er kunnen allerlei dingen aan de hand zijn. Ja. Maar het voornamelijk het onzorgvuldige, dat lijkt mij toch wel redelijk. Ja. Ja, en wat je ziet in veel van de reacties op het arrest, is dat men het breder trekt en eigenlijk zegt, vanaf nu wordt het veel moeilijker voor de franchisegever om aan te tonen dat hij niet aansprakelijk is. Nou, die praktische consequentie is denk ik terecht. Maar wat mij betreft is het nog steeds zo dat er duidelijk onzorgvuldig handelen moet zijn. En je ziet ook in bijvoorbeeld het Van Gameren arrest van het Hof, dat daar heel duidelijk, en dat is van na de datum van Street One, waarschijnlijk overigens was het al voorbereid toen het Street One arrest nog niet gepubliceerd was. Maar daar zie je heel duidelijk dat men haarfijn fileert. Er waren allerlei fouten. En dat men fileert van wat de oorzaak is per fout en aan wie dat moet worden toegerekend. Ja. En als ik stel nu voor, ik ben franchisegever en ik kom naar jou toe als specialist in het franchise-wereld. Hoe ga je mij dan adviseren met betrekking van, jongens, ik moet prognoses gaan maken? Waar moet ik op letten? Heb jij daar ideeën over? Jongens, dit moet je doen, dit moet je checken. Om die onzorgvuldigheid, als je het gaat afvinken, weg te... Nou, er zijn twee punten die daar in praktische zin wel relevant zijn. Het eerste punt is, naar aanleiding van het Street One arrest kan je wel afvragen of je als franchisegever niet beter af bent door alle prognoses door een consultant te laten maken. Want op zichzelf, het feit dat je dan pas aansprakelijk kunt zijn als je wetenschap hebt van een fout, is wel een iets veiliger positie dan als je je stinkende best doet op prognoses. En ik weet heel veel franchisegevers die doen hun stinkende best en die zijn ook gewend om dat intern te doen, omdat ze bijvoorbeeld ook eigen winkels runnen, heel goed van de hoed in de rand weten. Maar ja, een vergissing is menselijk. Ja, ik denk dat dat voor die franchisegevers geen reëel advies is. Je gaat niet je hele business alleen maar hier om de aansprakelijkheid te ontduiken, voor je eigen handelen omgooien. Maar tegelijkertijd is het wel een, ook denk ik door anderen geconstateerde merkwaardige uitkomst van waar we nu staan met deze jurisprudentie. Dat is punt één. En punt twee is eigenlijk, het roept wel de vraag op, doe je er als franchisegever überhaupt verstandig aan om een prognose te verstrekken? Want stand van jurisprudentie van de Hoge Raad is heel duidelijk dat er geen verplichting is om een prognose te verstrekken in de onderhandelingen over een franchise-overeenkomst. Dus je hoeft het niet te doen als franchisegever. En daar wil ik nog wel iets meer over zeggen. Want bijvoorbeeld in de Nederlandse franchise-code, dat is een stuk zelfregulering dat onder auspiciën van minister Kamp tot stand is gekomen en overigens op veel weerstand heeft gestuurd bij franchisegevers en ook door de Nederlandse franchisevereniging is verworpen. Dus veel franchisegevers in de markt committeren zich niet aan die code. Die code is nu het voorwerp van een wetsvoorstel waarin daar wettelijke basis aan wordt gegeven, wat weliswaar op basis is van comply or explain. Dus je moet ofwel voldoen aan de code, ofwel schriftelijk en gemotiveerd uitleggen waarom je als partijen in de franchise-overeenkomst ervan afwijkt. En als zo'n motivering ontbreekt of niet goed genoeg is, kan de franchise-nemer betreffende bedingen of de overeenkomst vernietigen. Dat zijn best stevige consequenties. En nu kom ik tot het punt. In die code staat dat er bij voorkeur een prognose wordt verstrekt. Dus daar staat nog steeds geen harde verplichting. Maar het is wel zo dat in de memorie van toelichting bij dat wetsvoorstel staat dat het echt een rode vlag is als een franchisegever geen prognose verstrekt. Dus dat vind ik wel, dat heb ik ook in mijn artikel uiteengezet, dat is wel een heel duidelijke, laat ik zeggen, koerswijziging zou je kunnen zeggen, dat men vindt dat de norm moet zijn dat een franchisegever er wel een verstrekt. Maar het is ook niet voor, ik stel voor dat ik franchisenemer zou zijn. Ja, dat wil ik natuurlijk wel weten. Jongens, wat zijn de, voordat ik instap, van wat zijn de
Ja, als je die niet krijgt, denk je, ja, waar ga ik dan naartoe? Nou, ik denk, als je hier praktisch naar kijkt, moet je goed onderscheid maken tussen verschillende soorten franchise-concepten. We hebben wat we noemen soft-concepten. Die zijn wat losser. Meestal gaat het om gemeenschappelijk het gebruik door de franchise-nemers van het merk van de franchise-gever. Maar verder is de invulling behoorlijk vrij. Men heeft een aantal dingen hetzelfde. En ook mag de franchise-nemer nog een heleboel eigen keuzes maken. Bijvoorbeeld over het inkopen van producten of hoe hij bepaalde dingen doet. En je hebt wat ze noemen hard format franchise, waarbij het echt heel strikt voorgeschreven is hoe de winkel eruit moet zien. Iedereen moet dat hetzelfde doen. Dat is de kracht van het merk en van het netwerk. McDonald's bijvoorbeeld. Ja, dat is een typisch hard franchise. Ja. En ook full format. Dat betekent eigenlijk dat alle facetten van de business centraal worden geregeld. Dus de inkoop van producten, maar ook hoe men de boekhouding organiseert. Allerlei dingen die en niet... En een bedrijf als het, McDonald's dan... Hele harde franchise. Albert Heijn is hele harde franchise. Okay. Jumbo is bijvoorbeeld alweer wat softer. Ja. Daar krijgt de ondernemer wat meer vrijheid. Maar nog steeds maar beperkt, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Wat vaak als soft franchise voorbeeld wordt genoemd, zijn service concepten. Ja. Er zijn bijvoorbeeld gyms, dus zeg maar sportclubs. En sommige van die ketens zijn gewoon wat meer... laten gewoon meer ruimte, ook afhankelijk van de plek waar zoiets ligt, en de lokale voorkeur. En dat kan heel sterk zijn. Het is wel zo dat er veel artikelen zijn verschillen dat, zeker ook in de financiële crisis, de hard format formules het beter doen. Dat eigenlijk dus toch een heleboel kennis bij de franchisegever zit om in zo'n formule snel aan de markt aan te passen en daarin verder te gaan. Ja, maar dit is wel een van de twistpunten. Ik denk zelf dat je ook onderscheid moet maken tussen een gewone franchise-nemer en een master franchisee. Kijk, een franchise-nemer die een kleine partij is, die maar één winkel heeft, ja, die zal heel graag die cijfers van de franchisegever willen hebben. Maar als het een relatief nieuwe formule is, die bijvoorbeeld uit het buiten komt, dan kan een sterke lokale ondernemer, die bijvoorbeeld een master franchise-nemer wordt en weer franchise-nemers, sub-franchise-nemers gaat aanwijzen, die weet vaak beter wat hij met die cijfers aan moet. Dus het is niet zo simpel, laat ik het zo maar zeggen. Ja. Ik zou wel als franchise-nemer toch wel iets de feeling mee willen hebben. Jongens. En wellicht nog één relevante opmerking in de context van prognoses is, we hebben een paar keer de naam van de AG Valk laten vallen, is dat het Street One arrest zegt helemaal niks over deze Nederlandse franchisecode op dat moment. Maar de conclusie van de AG zegt wel een aantal dingen over de Nederlandse franchisecode, onder andere over prognoses en met name dat de toelichting in de Nederlandse franchisecode op het onderwerp prognoses, waar eigenlijk wordt gezegd de franchisegever staat in voor de afgegeven prognose, dat een brug te ver gaat. Hij trekt eigenlijk de conclusie, dat zou dan een garantie zijn. Dan kan je nog over twisten of dat een garantie is dat het resultaat klopt, of dat het een garantie is dat er zorgvuldig is gehandeld. Maar eigenlijk is er in de huidige Nederlandse recht geen grond om zover te gaan. En ik denk ook dat het niet terecht zou zijn. Nee, daar zit ook een tweeduidigheid in die franchisecode. Want dat artikel wat je net noemt van die bij voorkeur prognose verstrekken, dat is 3.6. Dan zeg ik uit mijn hoofd onder E en dat zal het net onder F zijn. Maar de toelichting erop... Ja, dat is niet goed, hè? Nee, dat is waardeloos. Maar het staat wel en op die plek. Ja. En daarin staat in de toelichting dat die inderdaad moet instaan voor. En ja, sinds dat Hoog-Catharijnen-arrest uit 1995 gaan dan alle rode vlaggen gelijk omhoog. Want dat is toch wel heel garantieachtig. Ja. Een artikeltje later, 3.7 van die franchisecode... staat de verplichting voor de franchise-nemer om alle gegevens die hij van de franchisegever krijgt nauwgezet en aan een uitvoerig onderzoek te onderwerpen. Ja, ja en ik zie straks die procedure zal komen. En ik denk dat dat ook langs Hoog-Catharijnen gevoerd zal worden. Franchise-nemer zegt, ja, jij hebt zitten rommelen in je prognose. Daar klopt geen hout van en nu moet je maar bloeden, want je moest er ook voor instaan dat die deugt. Neem ik even de lichte variant. En dan krijg je het verwijt van de franchisegever. Ja, maar als jij het had onderzocht, wat ook jouw verplichting is, dan had je geweten dat het rommelwerk was en dan had je maar aan de bel moeten trekken. Ja. Bijvoorbeeld dat aantal vierkante meters niet klopte, of het zijn vaak hele feitelijke dingen waar het op verkeerd gaat. In Street One was het tweeledig. Daar was A, ging het onderzoek uit van 130 vierkante meter, waar het er maar 100 waren. Nou, daarvan zei het Hof, ja, dat had je kunnen zien, franchisenemer. En het tweede punt was, de negatieve marktwaarde was niet in het onderzoek meegenomen. Dus, en daarmee wordt dan gezegd, dat is de periode die je nodig hebt om jezelf in te vechten in een bepaalde markt.
als Street One winkel. Ja. Waarbij je dus voor lief moet nemen dat je resultaten eerst wat minder zijn. Ja, maar wel, ik hecht er wel aan om onderscheid te maken, die Nederlandse franchisecode. Ik heb er best kritiek op. Ik denk dat zichtbaar is dat het product is van onderhandelingen en dat er ook niet juristen aan tafel hebben gezeten. Waardoor het vragen oproept over hoe het nou bedoeld wel of niet aan te sluiten bij de stand van huidig recht. Dus met name jurisprudentie, ook lagere jurisprudentie. En dat er een aantal punten in zitten die zo onoverkomelijk zijn voor franchisegevers, dat het echt zonde is dat het in feite gestrand is en dat het tot een wet moet komen om die franchisegevers te forceren dit te doen. En ik denk dat je dat niet langs de band van zo'n delegatiebepaling, dus eigenlijk een heel korte wet die langs de band van een ANVB zo'n stuk zelfregeling van toepassing verklaart. Ik denk dat je dat niet zo zou moeten doen. Je zou beter dan een echte franchisewet kunnen maken. Maar goed, de franchisegevers zeggen eigenlijk, we hadden nog beter door kunnen onderhandelen om tot een beter product te komen. Daar zit ook zeker wat in. Maar ik wil één ding zeggen en dat is dat de wetsvoorstel verankert in wet, langs de band van die ANVB dus, alleen de tekst van de Nederlandse franchisecode en niet de toelichting. En juist stukken in die toelichting zorgen voor heel veel controverse. En dan is wel de vraag, ja, maar een toelichting is toch bedoeld als uitleg. Dus wat voor rol gaat het dan in de praktijk spelen? Maar ik denk wel dat dat een relevant juridisch onderscheid is. Maar wanneer denk je, Martien, dat die wet echt ook daadwerkelijk wet zou kunnen zijn? En heeft deze uitspraak invloed gehad op de stand van zaken met deze wet? Ik zal heel eerlijk zijn. Ik hoop dat dit wetsvoorstel geen wet wordt in de huidige vorm. En zelfs met een paar amendementen, als je een aantal van de heikele punten zou oplossen, wat ook al lastig is, want dan ga je dat oplossen in de wet, terwijl de problemen zitten in de tekst van de franchisecode, denk ik dat je niet oplost dat de franchisegevers hier echt serieus bezwaar tegen hebben. En dat de essentie van van zelfregulering is dat zelfregulering draagvlak heeft. Dat het een reflectie is van wat in de markt gebruikelijk is en wat men denkt dat de normen zouden moeten zijn. Ja, als je daar niet uitkomt met elkaar, dan kan je beter, denk ik, als je dan toch regulering gaat doen, dat je dat doet door een wetsvoorstel te maken met een helder onderscheid tussen dwingend en regelend recht, zoals wij dat over allerlei andere onderwerpen kennen, agentuur noem ik maar even, waarin ook duidelijk is van dit mag niet en dat mag wel. Want waar ik bang voor ben, is dat je nu zoveel onzekerheid creëert in de markt, ook voor, ik heb vrij veel cliënten die buitenlandse franchisegevers zijn. Je kunt eigenlijk hen niet de zekerheid geven als je het zo en zo doet, is het goed. Ja. Behalve als ze op alle punten de code volgen. En daar is die code niet internationaal, moet ik dat zeggen, hij sluit niet goed aan bij wat internationaal gebruikelijk is in franchise. En dat is jammer. Ja, ik ben het helemaal eens met Martine dat franchise is echt een ongelooflijk belangrijk onderdeel van de economie. Ja. Gaat 31 miljard op jaarbasis in rond en niet over nagedacht over die code. Dan krijg je zo'n haastwetje, wat dan een wettelijk haakje moet bieden voor een code die ook onvoldoende draagvlak heeft. Ja, als het zo'n belangrijk element is voor je economie, regel dan gewoon een goede wet waar je van begin tot eind over hebt nagedacht. Doe daar bij wijze van 2 jaar langer over, maar kom er wel met een goed product. En niet een product waarvan iedereen bijvoorbeeld al in weet, de markt zet, dit is broddelwerk. En ja, ik ben bang dat de politieke wil om hem in te voeren te groot is. Dus de hoop is gevestigd op de wetgevingsjuristen die naar aanleiding van die internetconsultatie zegt van, nou, weet je, misschien moeten we het toch maar anders doen. Of een Raad van State die zegt van, ja, als je het zo doet, dan is het echt waar. Ik heb mijn hoop gevestigd op de Raad van State, zal ik eerlijk zeggen. Ja. Ja, dat betekent wel dat we binnenkort hier een roundtable hebben met de franchise problematiek, toch? Hè? Mogelijk over een paar jaar bij de Hoge Raad, of de wet. Of het uitgekomen is wat we hier hebben gezegd. Dus toch veel werk te doen voor de wetgever om die code toch goed aan te passen. Met zeker ook de kennis die we hier, die Martine en Jan net hebben gezegd. Want op korte termijn zie jij dus een strengere aanpak voor de franchisegever. Nou ja, dus op zich om terug te komen op de stelling. Ik denk dat er wel degelijk een startschot is voor strengere aanpak van franchisegevers. Ik leid dat alleen niet direct af uit de Street One. En dan zal ik er nog één ding over zeggen. Ik heb zelf wel twijfel of wetgeving überhaupt nodig is. Als ik kijk naar de rechtspraak, ook van lagere rechters. Ik lees heel vaak eigenlijk zowel Pamon Lampenier als Street One, maar ook een heleboel uitspraken van lagere rechters, waarvan ik denk, ja, spijker op zijn kop. Helemaal juiste balans tussen dingen. Dus ik denk dat het
franchise-nemer en franchise-gever hebben gezamenlijk belang om zo'n keten te exploiteren. Ja. Maar ze hebben wel tegengestelde belangen in die zin natuurlijk. Dat ze er allebei aan willen verdienen. En dat het een onderhandeling is waar het optimum is. En in de ene formule ligt dat optimum misschien beter dan in het andere. In de ene formule zijn de franchise-nemers beter georganiseerd in een franchise-nemersvereniging dan in de andere. Maar dat is ook wel hoe de markt werkt natuurlijk. Ja, Martien, dankjewel. Ik kijk maar rechts, dat ik al veel heb gekeken. Geen vragen. Ook hier weer, dankjewel voor je goede uitleg over dit arrest dat veel losgemaakt heeft. En dat al de titels van de tijdschriften, dat het allemaal wel meevalt. Dat eigenlijk al niet heel veel nieuws is, maar eigenlijk al de route die al genomen is. Dankjewel. We gaan snel over als laatste spreken, Casper. We gaan een uitspraak bespreken met een van de eerste conclusies van volgens mij professor Hartlief, als ik het goed heb. En vrij lang, want ik heb het uitgeprint. Dat klopt. 28 pagina's over wisselschade na verkeersongeval. Dus het wil nogal wat, Casper. Dus ik geef jou snel het woord met jouw stelling. Ja, dankjewel. Nou, is voor in die zaak over die mesotheliome waar ik het net al eventjes over had. Is de conclusie ook geschreven door professor Hartlief. En volgens mij heeft hij er zin in als AG, want daar kreeg ik 97 A4'tjes terug. Okay. En waarin een heel nieuw wettelijk systeem werd voorgesteld voor de weging van Heesen de Schelde. En, of hij had de weekend niks te doen, of hij heeft er echt de mouwen opgestroopt. Ja, dus, maakt er iets van. Het is in ieder geval altijd mooi om te lezen. Nou. Dat zeker. Heel in het kort gaat deze zaak over een ander soort familiebedrijf. Een zoon die vierde generatie molenaar is. Na zijn ateneum heeft hij daar zelfs de Swiss Milling School in Zwitserland dus voor gevolgd. En 23,5 jaar geleden overkomt hem een verkeersongeval. Hij zit achterin een auto, die auto wordt aangereden en nou ja, daar volgt schade uit. Partijen praten heel lang over verlies aan arbeidsinkomsten. En in 2004 wordt er uiteindelijk geprocedeerd. In die procedure stelt de molenaar, zal ik hem maar noemen, dat hij de molen van zijn vader had overgenomen, dat hij die had doorgezet. Dan komt er een arbeidskundige en de mensen gaan bepalen hoeveel inkomsten die dan gederfd zou hebben. En het blijkt dus dat hij eigenlijk maar een inkomen rond het bestaansminimum zou hebben kunnen verwerven uit die molen. Dus het slachtoffer, de molenaar, zegt dus van ja, maar goed, ik zou die molen uitgebreid hebben en ik zou er andere activiteiten bij doen. Maar nou, dat bekoort de rechtbank niet. En die zeggen dan, ja, het blijkt niet dat je nou echt heel veel verliezen aan arbeidsinkomsten hebt. Dus die stellen gewoon een lage schade vast. De molenaar komt in hoog beroep. En die wijzigt daar na 23,5 jaar zijn stelling opeens met dat als het zo zou zijn dat die molen zo weinig inkomsten zou hebben kunnen genereren, hij na een paar jaar iets anders was gaan doen. 23,5 jaar later, ja, dat is een wending. Ja. En op zich staat hij natuurlijk vrij om in hoger beroep je stellingen aan te passen. Maar ja, de molenaar heeft er nog verwezen naar LinkedIn-profielen van andere mensen van deze prestigieuze molenaarsopleiding in Zwitserland. En die hadden ook allemaal prachtige banen in de molenaarsvak of daarbuiten. Maar in ieder geval kan je daar echt wel wat mee. En het Hof heeft daarover nagedacht. Het Hof dat oordeelt dan dat het niet aannemelijk is dat het slachtoffer, mede gelet op zijn persoonlijkheidsstructuur, zonder ongeval een carrière buiten de molen had kunnen en willen realiseren. En die vordering die wordt dus afgewezen. Nou, daarop wordt cassatie ingesteld. En dan ga ik even bladeren in die hele grote conclusie van Hartlief. Hartlief zegt van ja. Die zegt van nou ja, de stelplicht en bewijslast, hè, over de schade en de omvang daarvan. Van, nou, die komen eigenlijk gewoon voor rekening van de benadeelden. Die zitten in zijn domein. En maar de rechter heeft heel veel vrijheid. Hij zegt van nou, eigenlijk moet die vordering die moet gewoon slagen. Er moet er wel gekeken worden. Want het is niet gezegd dat er onvoldoende is gesteld om
dat hogere arbeidsinkomen te kunnen verwerven. Hè. Het Hof heeft niet onderzocht of die LinkedIn-profielen daar is niet op gemotiveerd. Dus nou, daar gaat de Hoge Raad in mee. Hoge Raad die maakt daar korte metten mee en die zegt, even kijken hoor. Die zegt van ja, dit kan inderdaad niet. Die stellingen over andere LinkedIn-profielen en over alternatieve wijzen van inkomstenvergaring, die hadden moeten worden meegewogen. En dus gaat de zaak terug naar een aanpalend hof. Heel in het kort. Terecht wat mij betreft, als we even kijken naar mijn stelling, die ben ik in mijn enthousiasme die nog maar even overgeslagen om eerst deze feitelijke introductie te doen. In mijn idee neemt de Hoge Raad zijn taak als individuele, om in individuele gevallen rechtsbescherming te bieden steeds serieuzer. En de Hoge Raad die deinst er niet voor terug om soms de trucendoos open te trekken als dat nodig is. We hadden het net over die mesotheliomzaak in de Maersk. Waarin de Hoge Raad zei van ja, de klacht slaagt. Dat was echt een geheide cassatieklacht. Maar jongens, we besparen je dat extra rondje procederen. Ik heb een andere uitspraak uit 2015. Waarin een man en een vrouw jaren na een echtscheiding steggelen over de verdeling van pensioen. En de man stelt zich daar op het standpunt dat die vordering van die vrouw verjaard is. Zo lang geleden is het. Partijen gaan erin mee, advocaten zien het niet, rechters zien het niet. Dus er wordt gezegd keihard dat de vordering tot die verdeling verjaard is. In cassatie aangekomen worden daar ook niet echt klachten op gericht dat dit verkeerd gezien is. Spier, de oude AG, die ook heerlijk los kon gaan op zaken, die zegt in zijn conclusie van ja, moet je eens kijken, partijen hebben er alles aan gedaan om hun eigen glazen in te gooien. Want het is een gemeenschap. Hoe bedoel je vordering? Die verdeling kan je altijd vorderen, dus er zijn we geen sprake van verjaring. En dan gaat de Hoge Raad, die gaat er in dit individuele geval echt rechtsbescherming bieden. En die zegt van ja, moet je eens luisteren, in het middel ligt besloten. He, dat is altijd een soort toverformule voor de Hoge Raad om dan maar iets een beetje buiten de lijntjes te kleuren of dingen met de mantel der liefde te bedekken. Om toch maar wat in het hoofd niet kan, maar met het hart, zou ik maar zeggen, om die verbinding te maken. Om dan toch recht te doen en een rechtvaardig uitspraak te krijgen, ondanks partijen. Maar dan maak ik jou een vraag stellen over die. Hè, de Hoge Raad zegt vernietigt de cassatie. Die gaat terug naar Hof, even kijken, Arnhem-Leeuwarden. Ja. Oude Hof van meester Valk. Ja, niet Vardy, maar. Wat zou jij als je bent raadsheer? Je bent raadsheer bij het Hof Arnhem. Een van de drie. Welke richting zou jij met deze zaak dan gaan? En nogmaals, alleen met stukken die je hebt nu. Ja. Dus niet over. Dat is lastig. Ja. In een procedure na verwijzing in cassatie moet je de zaak behandelen zoals die eigenlijk was op het moment dat je de raadkamer inging. Hè, dus het vorige arrest werd gewezen. Dus partijen nemen ieder nog wel een conclusie. Maar dan mag je geen nieuwe stellingen meer. En, hè, of de Hoge Raad moet daar ruimte voor geven. Als er een bewijsaanbod is gepasseerd bijvoorbeeld. Hè, dan kom je toe aan bewijslevering. En dan komen er natuurlijk nieuwe stellingen. Dus dat ligt heel erg aan het verwijsbriefje van de Hoge Raad. Ja. Zou ik het maar noemen. Maar in dit geval denk ik dat er echt wel gekeken moet worden naar de onderbouwing van de stelling dat hij anders een andere baan had gezocht en meer inkomen had gegenereerd. En dat is, daar geeft de Hoge Raad hier ook echt een aanwijzing voor. Ja. Kijk ook even naar de andere, Jan Martien. Is ook niet, ja, als ik het als buitenstaander plausibel van ja, als het niet levensvatbaar was, jij gaat natuurlijk niet 30 jaar onlevensvatbaar iets doen. Nee, dat lijkt me volstrekt logisch. Kijk, we hebben hier niet zomaar een molenaar die van de lagere school komt en gelijk die molen inkruipt. Nee, hij heeft een ateneumopleiding gehad. Dus juist zo iemand zou mogelijkheden genoeg hebben moeten hebben... om zijn leven een andere wending te geven. Ja? Wat me dan wel triggert is die uitlating van het Hof, gelet op zijn persoonlijkheidsstructuur. Ja? Ja, er was sprake van een predispositie, maar dan nog. Ja, ja. Dat doet eigenlijk voor de
techniek van de rechtspraak hier niet zoveel aan af. Nee, maar zijn er feitelijke dingetjes waar ik dan, ja, wat dan toch wat show en kleur nog veel extra geeft aan zo'n feitenpositie. Dat, Ja, maar zeg maar de meer fundamentele vraag die je stelt is, hè, je wil graag dat er recht gedaan wordt en dat het hoofd en het hart elkaar treffen. En soms zijn er situaties waarin dat moeilijk is. Ja. En hoe graag je denk ik ook altijd een rechtvaardige uitkomst wil. Ik zelf vind ook wel echt dat met juist de Hoge Raad, natuurlijk, hè, dat is een hele fijne balans. En je ziet daar ook dat ook de Hoge Raad daar soms een beetje mee worstelt. Maar het recht moet ook vooral wel rechtszekerheid bieden. En voorspelbaar zijn. En ook. En daar kan je in individuele gevallen best verschillend over denken. Ja. Of er niet te veel naar een resultaat. Ja. Ja. En hè, dat een kort gedingrechter dat doet, dat snappen we allemaal. En dat is vaak ook precies nodig. Ja. Ja. Maar voor de Hoge Raad ligt die balans, denk ik, veel complexer. En, Alhoewel ik dan als legal nerd die arresten wel het gaafst vind. Gaaf voorbeeld van dit jaar was dat landjepik-arrest van, ik zeg uit mijn hoofd, 24 februari. Waarin in de gemeente Heusden speelde dat iemand een houtwal van 400 vierkante meter bij zijn perceel had getrokken. Nou, dat was al niet een onaanzienlijk perceel. Ja, volgens het tot dan toe gangbare recht was het zo dat je na 20 jaar was je bezits. Dus je revendicatievordering verjaart. En daarmee ook de vordering om er verder nog iets aan te doen. Dus na 20 jaar onafgebroken bezit door de landjepikker. Was de eigenlijke eigenaar, was hij alles kwijt. En daar zegt de Hoge Raad in de cassatie zelf. Nou ja, weet je, ja, de gemeente die er tegenop kwam. Ja, sorry, je gaat hier plat op het gezicht. Maar we hebben nog een overweging ten overvloede. En daar gooit de Hoge Raad het hele stelsel om. Zegt hij, nee, na 20 jaar ben je je eigendom kwijt. En dan, dat is pas de onrechtmatige daad. Dus dan krijg je vrolijk nog de verjaringstermijn van de onrechtmatige daad eroverheen. En ja, op grond van je onrechtmatige daad kun je schade vorderen. Die schade kan ook in natura zijn. Namelijk teruglevering van je verloren eigendom. Ja. En echt een briljante vondst. Die heel veel recht doet aan het rechtvaardigheidsgevoel. En dogmatisch ook nog in te passen was. Ja. Klopt. Wel op onnaanvolgbare wijze. Want niet zo gemaakt komen. Ja. Er zitten natuurlijk ook wel de slimmerikken zitten bij de Hoge Raad. Ja, daar mogen we toch wel van uitgaan. Kijk, dan moet ik wel oppassen wat we daarover zeggen natuurlijk. Maar dat is wel de. En de Hoge Raad is af en toe inderdaad een orakel. En waar Martine zegt, ja, het moet ook gewoon praktisch en rechtvaardig zijn. Dat, ja, en rechtszekerheid bieden. Ja. Dan is het vaak dat het op dit individuele geval van ja, maar die stelling had dan nog. Daar kan je natuurlijk ook in sturen. In die gevallen die wij nu hebben, dat zijn de uitzonderingsgevallen. En ik denk dat arresten zoals die ik besprak en vooral die zoals Martine besprak, dat de norm is en ook de norm moet zijn. Ja. Dogmatisch juist, voorspelbaar. Zeker. En als we een koerswijziging doen, gewoon het schip een paar graden draaien. Niet gelijk de andere kant op swieperen. Eens. Ja. Want het recht is een olietanker en geen speedboot. Ja. Dat is heel mooi. Hele mooie. Hebben Jan, ik wil het laatste woord hebben. Ja, mooie laatste woorden, Jan. Hier zijn we mee gekomen aan het einde van roundtable nummer 40. Drie uitspraken zijn volgens mij heel erg goed door de drie sprekers besproken. Ik wil dankjewel voor jullie toelichting en commentaar op de betreffende uitspraken. Ik wil even de mensen die live kijken en mensen die on demand gaan kijken, even wijzen op het feit dat als men het PO-punt wil behalen, men de 5 vragen moet gaan beantwoorden die aan het eind van deze webinar in beeld bij u komen, volgens mij aan de rechterkant van u of van ons. Als u die beantwoordt en u ze allemaal juist beantwoordt, dan krijgt u het certificaat toegestuurd via de e-mail, via de Mijn AVDR komt die. Dan kunt u hem downloaden, kunt u hem printen. Als de orde naar vraag kunt u hem inleveren. Alvorens ik even ga afsluiten, wil ik toch even kort nog even een opmerking maken over een serie webinars die we gaan doen met 2 van de kantoren hier aanwezig. Met Lagro Advocaat en Knephout Kortals. Zonder het laatste woord. Dat is de talkshow boek 6 BW.
waarin we met een sidekick, met respect, sidekick zeg ik dat, een rechterraadsheer zal de week bespreken in een korte tijd. En ook ja, nieuwe artikelen, nieuwe boeken bespreken op het gebied van boek 6. En de betreffende kantoor die meedoen zullen een aantal onderwerpen op het gebied van boek 6 met u bespreken. Daar komt later meer op onze site over deze talkshow. En we hopen dat u ook met z'n allen gaat kijken en veel vragen stellen. In ieder geval dankjewel voor uw aandacht en tot een volgende roundtable nummer 41. Dankjewel.